We zijn hier bezig aan het restaureren van het treinstel 252 van NS. Het laatste treinstel van het type MAT 36, waarbij de 36 eigenlijk slaat op het jaartal waarop NS het heeft ontworpen, 1936 in dit geval. Ze gingen tijdelijk bij NS buiten dienst omdat ze verouderd waren ten opzichte van nieuw materieel. Het was in de jaren 60 werd er heel veel nieuwe materialen gebouwd, toch weer net wat moderner. En zeker qua rijcomfort werd het er steeds beter op. Dus deze treincellen waren toen gedateerd en dat is voor NS een periode dat ze zeggen van nou wordt het niet meer lonend om ze nog een grote onderhoudsbeurt te geven. En dan is het goedkoper om nieuw materieel te bouwen. Gold ook voor de 252 die nu straks het grootste collectiestuk is van de tentoonstelling. Dat hebben we vooral te danken aan een x-aantal mannen die zich enorm hebben ingespannen om de trein te bewaren. Een paar enthousiaste vrijwilligers zagen dat dit de laatste treinstel uit die serie was. Ze zijn flink aan het lobbyen geweest bij NS van, goh, willen we hem niet bewaren? Op dat moment was er eigenlijk vanuit de museumwereld nog geen interesse in. Die hebben het treinstel uiteindelijk met veel pijn en moeite toch weten te krijgen, maar wel op een gegeven moment onder de voorwaarde dat hij van de NS-sporen moest verdwijnen. En dat maakt het natuurlijk wel lastig, want waar liggen sporen? Ja, op het NS-terrein en bij een aantal fabrieken en particuliere aansluitingen. En zo is die van hot naar her naar particuliere aansluitingen gegaan. Ze heeft de tijd op de oude terreinen van het werkspoor heeft hij gestaan. Bij de hoogovens in IJmuiden heeft er een tijd lang gestaan. Hij is via allerlei omzwervingen door het hele land heen gegaan. Maar ze hebben hem kunnen bewaren. Via die omzwervingen is de treinstel ondergebracht bij het Spoorwegmuseum. Daarop is een plan gemaakt om het casco helemaal netjes te maken. En dan komen we echt uit op de start van de restauratie. Hij heeft een aantal jaren stilgestaan in Amersfoort. Daarna is hij weer naar de werkplaats gegaan. Hebben ze eigenlijk alle bruikbare onderdelen die ze nog konden gebruiken in andere treinstellen zijn er onderuit gehaald. Dus het casco was op een gegeven moment eigenlijk leeg, grotendeels. Ja, er zaten nog ramen in, de wielen zitten er nog onder, maar de hele aandrijving was weg. Kijk maar wat je ermee doet. De buitenkant is netjes en gespoten en de ramen zaten erin. En al het andere moet nog. Het is veel werk. Het is uniek binnen Nederland. Een trein die zo ver uit elkaar heeft gelegen, 40 jaar niet heeft gereden. Dat is nergens gebeurd dat we in eigen beheer een elektrische trein eigenlijk uit nul helemaal opbouwen. Een van de eerste dingen die we moesten doen is de treinstel op bokken zetten. Nou, wil je fatsoenlijk kunnen werken en aan de binnenkant en onder de trein, moest dat treinstel omhoog, dat we een mooie fatsoenlijke werkhoogte hebben. Als hij zo is, is hij goed, want hij zit nu wel voorbij het hijskrap, dus zo zit het precies goed. Maar het draaistel is ook wat water. De draaistel kan er naar de rand gewoon onderuit, dat maakt er nou niet uit. Bovendien konden we dan de draaistellen goed onderuit halen, want ook die zijn wel grotendeels gereviseerd, maar ook nog niet gereed. Daar hangen de elektromotoren op, dan moeten de aansluitingen nog komen. We moeten nog remwerk afwerken, testen, persen of alles luchtdicht is, of het echt allemaal werkt. Ja, dat gaat makkelijker als ze er onderuit staan. Dus je ziet hem nu op poten staan en dat zal voorlopig gewoon een hele tijd zo blijven.
De bedoeling was met deze serie treinstel om het zogenaamde middennet te elektrificeren. Dat zijn eigenlijk de hoofdsporen rondom Utrecht naar alle belangrijke lijnen van wat ook nu nog zeg maar het hoofdnet van NS vormt. En voor die tijd reed het nog allemaal op stoom. Uiteraard heel veel stoomtreinen. In het westen van het land waren al diverse lijnen geëlektrificeerd. En het liep vol. Meer reizigers dan treinen aankonden. En we werden mobieler. We zijn natuurlijk maar een heel klein landje. Dus ja, mobiliteit is hartstikke belangrijk. Dus er moest iets gebeuren. Het was nodig dat er meer treinen en snellere treinen kwamen. En daar hebben ze heel lang zitten wikken en wegen. Gaan we nou voor de stoomtrein meer ontwikkelen of gaan we echt rigoureus anders kiezen? En dat betekent dat we voor de elektrische trein gaan kiezen. Nou, uiteindelijk is dat gebeurd. Omdat elektrische treinen gewoon echt sneller zijn dan stoomtreinen. We zijn begonnen in het westelijk deel. En toen is er op een bepaald moment gekozen voor de elektrificatie van het middennet. Dat was Utrecht-Amsterdam, Utrecht-Eindhoven en Utrecht-Rotterdam. En daar zitten natuurlijk allerlei stations tussen die ook verbonden werden op dat moment. Het begint met de documentatie. We hebben geen computerdingen, we hebben alles met getekende tekeningen. Die zijn niet altijd heel even duidelijk. Er zijn een hele hoop technieken die tegenwoordig niet meer gebruikt worden, die je nog moet proberen weer terug na te maken. En er zijn geen onderdelen te vinden. Alles van oud en nu weer maken. Op het moment dat de beslissing was genomen om het middennet te elektrificeren, waren er natuurlijk ook gelijk eigenlijk treinen nodig. Dus er is eigenlijk direct besloten om een ongelooflijke hoeveelheid treinen te bestellen. MAT 36. Dus we zijn er bij Werkspoor Utrecht 53 twee wagenstellen besteld. En die zijn allemaal op één dag in dienst getreden, 15 mei 1938. Ze kwamen op dezelfde dag in dienst, natuurlijk niet allemaal tegelijk. En de hele dag ging goed tot het einde van de dag. Want toen is er toch een ongeluk geweest, ergens ter hoogte van Ede-Wageningen. En toen is er helaas een MAT 36 op een andere trein gebotst. Maar dat heeft er niet voor gezorgd dat het geen succes zijn geworden. Ze zijn behoorlijk succesvol geweest. Het publiek vond het fantastisch, dit soort treinen. We hadden echt goede reacties vanuit de mensen eromheen. De persritten was pers ook ontlovend over het comfort en het stille rijgedrag. Alles wat erbij kwam kijken. En het straalde natuurlijk voor het spoorwegbedrijf een heel modern bedrijf uit. De stroomlijn was in de jaren 30 echt een hype. Je had zeppelins, je had allerlei dingen. En als het maar gestroomlijnd was, was het modern. Treinstellen waren bij de introductie echt een soort hype. Eén, omdat de vorm natuurlijk fantastisch was. Twee, omdat er echt wel hele nieuwe technische ontwikkelingen waren. Zoals te noemen de Scharfenberg-koppeling, waardoor je
eigenlijk de machinist geen hulp meer nodig had bij het aankoppelen van een rijstel. De hoge snelheid die de trein natuurlijk kon bereiken. 130 was gewoon, ze mochten niet harder dan 120, maar dat was natuurlijk, dat was voor die tijd echt behoorlijk. De stroomlijn, die werd doorgevoerd zelfs dat er ook een dubbele vouwbalg zat tussen de twee treinstellen, zodat daar de weerstand ook veel minder werd. Daarnaast waren de treinen veel lichter, omdat ze elektrisch gelast waren. De series daarvoor werden geklonken. Nou, dat is natuurlijk, neem één klinknagel en neem er 20.000, dan snap je wel dat die trein veel lichter was in zijn vorm. En dan hebben we natuurlijk nog het feit dat de treinstellen dicht op elkaar bleven door het gebruiken van een Jacobs onderstel. Waardoor de twee treinstellen samen op één onderstel leunen. En daardoor bleven ze dichter bij elkaar en dan had je dus daartussen wat minder luchtwrijving weer. Een elektrische trein betekent voornamelijk heel veel elektrische onderdelen. De bedrading moet helemaal opnieuw getrokken worden, ook die was er allemaal uit. Dat zijn echt vele kilometers draad die eronder komen. Er zitten hele grote relaiskasten met schakelaars, gigantische grote dingen, zulke blokken van schakelaars. Die ook allemaal per stuk helemaal gerenoveerd moesten worden, gerestaureerd. Nieuwe contacten erop, die zijn allemaal dadelijk in Nieuwstaat. Die worden in Utrecht helemaal opgebouwd en bij een aantal vrijwilligers thuis worden losse onderdelen helemaal netjes gemaakt. Hier staan allemaal hoogspanningsschakelaars. Die schakelen weliswaar in laagspanning met 100 volt, maar ze schakelen wel hoogspanning. Deze zitten beneden in de schakelkasten. En deze schakelen onder andere verwarming. Dus niet het rijden. Dat zijn weer andere schakelaars. Deze zijn helemaal gereviseerd. Deze moet nog. En ik ga zo meteen eentje testen. Dit is eigenlijk een verlichtingsschakelaar zoals je thuis hebt, aan en uit. Maar deze bedient de verwarming. Dus of je hele verwarming of halve verwarming wil hebben. Hij schakelt in de laagspanning in 100 volt, maar hij schakelt uiteindelijk schakelt hij de hoogspanning. Die moet dan deze voorwaarden voldoen. En dan moet ik hem op spanning zetten, ik moet de weerstand meten. Dan moet ik kijken wanneer die tegen de bekken aankomt. 1,75. Als hij goed voldoet hij aan de 1,75. Ik ga hem nou even aanzetten. Nou, hij staat nu weer op voltage 60 volt. En met 70 moet hij in. Nou, deze komt onder de 70 volt in, dat is goed. En dan moet hij ook goed afvallen. Kijk, je moet ook echt kijken dat hij tegelijkertijd dicht gaat. Want als er eentje eerder gaat, dan gaat het heel erg vonken. De invoering van de trein en de elektrificatie waren een enorme omslag in de gedachtegoed van de NS. Wij zijn feitelijk zo'n klein landje dat we heel snel het hele land kunnen elektrificeren. Ja, en daarvoor hebben we ook allerlei prijzen gewonnen. Bijvoorbeeld de prijs voor de invoering van de starre dienstregeling. Waardoor je precies wist wanneer de trein kwam en wanneer die vertrok. Wat heel saai klinkt, maar waarvan heel veel mensen die nu gebruik maken van de trein vreselijk blij mee zijn, want je weet gewoon dat die rijdt. En er zit misschien een paar minuten vertraging in, maar je gaat wel forensen daardoor veel makkelijker. Nou, dat was uniek in die tijd. De NS was er bijzonder trots op en dat zie je ook in de uitingen, in de affiches die er allemaal waren. Wij rijden op tijd, de snelheid die spat er eigenlijk een beetje vanaf. Ja, dat echt trots. Ik plaats deze vonkenschotten weer terug, want de hoogspanningsschakelaars die vonken als een gek.
En het is de bedoeling, niet de bedoeling dat ze naar elkaar gaan vonken uiteraard. Dat de vonken over gaan slaan. Deze hangt onder de trein bij elke bak. We hebben twee van die grote kasten. Dus elke bak krijgt een eigen kast. Het werk aan zo'n trijstel is natuurlijk iets compleet anders dan dat je aan moderne dingen werkt. Dit is echt de techniek die er naar voren ligt. Eigenlijk met een grote soldeerbout, een hele grote gereedschapkist, kun je elk onderdeel wat hierin zit, kun je repareren. Dit zie je en dat hoor je, je voelt dat. Dit is nog oude techniek, leuk, relais. Dat maakt het natuurlijk wel heel uniek dat je hier aan componenten en onderdelen werkt waar je tegenwoordig gewoon niet eens meer terugvindt in een trein. Het zit er niet meer. Het is echt techniek van vroeger, oude ambachten, maar dan ook op elektrisch en ander gebied. Ja, je komt van alles tegen. Onderdelen die eigenlijk hetzelfde zijn, die toch hele andere afmetingen van elkaar hebben. En allemaal kleine verschillen, maar vroeger werd daar allemaal iets minder nauwkeurig naar gekeken. Standaardisering was nog niet helemaal, een tekening was een richtlijn in die tijd. In principe, als je overal tekeningen aanhoudt, dan kom je aan het eind van de rit kom je niet uit, dan past het niet. Of je hebt ruimte over of je hebt ruimte tekort. Dat is eigenlijk altijd het ding. Dus wat je moet doen, je moet een tekening pakken. Dan ga je meten aan de hand van de tekening. Ja, dan pas je daar je werk op aan. Vandaag zou de trein overgebracht worden naar Utrecht. Voordat wij hem overbrengen hebben wij nog een laatste test gedaan. Het is bijna helemaal goed gegaan op één lager. Dat is een steunlager van de motor op de as. En die wordt warm. En daardoor gaat het transport helaas niet door. We hebben nog iets meer dan 10 dagen, 12 dagen geloof ik of zo. Ja, dat maakt het zeker spannend. Hoe dan ook gaan we kost wat kost zorgen dat hij op de opening staat.